Ik ben er weer. Hij is er weer. Vakantie, kansie, Vincent is er weer. Waar was je nou toch weer? Wat maakt het uit, want ik ben er weer. Vakantie, Vincent is er weer. Oh yeah, oh yeah. Oh, 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 oh yeah. Fijn hè, ik ben er weer. En wat hebben jullie mij gemist? Ik kreeg het ene na het andere. Ik had natuurlijk die post gedaan van joh, clusterfuck kan er even niet zijn. Ik kreeg het ene na het andere mailtje. Vincent, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou, dat zal ik jullie eens vertellen. Wat was er aan de hand? Nou, ik was een beetje verchopt. En ik was niet zomaar verchopt, ik was heel erg verchopt. Oh ja, joh Vincent, en wat had je dan? Ja, wat had ik dan? Dat is een hele goede vraag. Ik was een beetje beroerd. Oh, je bent helemaal beroerd. En ik ben nooit beroerd. Misschien één keer in de 5 à 10 jaar, dat ik me helemaal verkenkerd voelde. En dat had ik dus. Het was kotsen en schijten tegelijk. En vooral schijten. Maar weet je wel dat je, ook kotsen en schijt, dat je op de play zit, dat je echt niet meer weet. Moet ik nou zo of zo, hoe moet ik gaan hangen? Dus, nou, dan ben je aan het kotsen en dan spuit het. Ik had een reetfontein, ken je dat? Een reetfontein. Dat spuit er echt uit. Dus laat maar zeggen, als je dan op de grond zou, met je buik op de grond zou gaan liggen en zou gaan schijten, dan komt er zo'n straal stront. Spuit omhoog. Een reetfontein. Je zou het ook een reetwalvis kunnen noemen, maar dan moet je in het water leggen. Dan moet je in het water leggen, met je bek in het water. En dan, weet je, als je lekker aan het roeien bent op de zee en je ziet een bruine straal stront omhoog komen, dat je dan bij jezelf zegt, hé, daar ligt iemand die heeft last van een reetfontein. Lekker laten liggen, niks meer aan doen, die ligt er met een reden. Met een reet, een woordgrapje. Dus een reetfontein, nou ja, dus ik op die play, schijten, kotsen, nou, dus ik kotsen in de play, er kwam er een straal stront aan mijn reet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar weer zitten, maar ik had die kots op de grond, dus ja, daar ben je maar klaar mee dan. He? En je bent al niet zo lekker, en dan moet je ook nog eens al die teringzooi opruimen. Ja, daar ga ik dus mooi niet aan beginnen, weet je wel, ik heb niet voor Jan Kut een werkster, en ja, die doet dat graag. Die doet dat graag en daar krijgt ze ook dik voor betaald. Ik bedoel, welke werkster krijgt de heden ten dagen nog 5,5 euro per uur? Weet je wel? Zal ik ze wat vertellen? Mijn werkster krijgt dat. En volgens mij was ik woensdag of donderdag niet lekker. En ze zouden vrijdag komen. Dus ja, maak het uit. Dus dat, die is lekker een uurtje extra bezig geweest. En ching, ching, ching. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om, hè, in dit leven. Ching, ching. Money makes the... Ik ken geen nummer. Maakt niet uit. Money, money, money. It's so funny in a rich man's world. Toch, Sjaak? Toch, Sjaak? Sjaakje zegt kwek. Ja, je hoort hem niet. Daar staat daar. Hier. Oh. Kom op, Sjaak, zeg dan kwek. De mensen kunnen jullie horen. Kwek. Zie je, nu hoorde je hem wel. En nu wel. Maar goed, dus dat. Reetfontein, werkster, helemaal blij. Nou ja, je kent het wel. Ik maak graag mensen blij. Dus dat is wat ik doe. Maar goed, ik ben er weer. Ik ben er weer en kijk eens hoe ik erbij zit. Fantastisch. En dan heb ik ook nog eens goed nieuws. Want ik was beroerd, dus ja, even laten testen. Ik bedoel, zeker voor het onzekere. Maar, lieve mensen.
ik heb geen aids. En dat is top. Dus dat heb ik in ieder geval niet. Het kan een heleboel dingen zijn geweest, maar dat was het in ieder geval niet. Want als ik me laat testen, laat ik me natuurlijk wel voor één ding testen. Niet voor allerlei dingen, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, aids is het niet. Het virus dan, hè, aids. Niet de hond, aids. Die is het niet. Althans, die heb ik ook niet. Het is niet mijn hond. Maar goed, dat je niet denkt van, ja, wat lult hij nou, heeft hij aids? Weet je, hoe bedoel je hond? Maar goed, dat was het dus niet. Ik heb geen aids en dat is gewoon prima. Die kan ik dan mooi in mijn zak steken. Dat heb ik dan in ieder geval niet. Maar goed, over naar de orde van de dag. En dat is natuurlijk de vraag. De vraag van deze week, want ik heb hier nog helemaal geen welkom geheten. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van... Hallo! Dus dat. De vraag. En de vraag van vandaag... Oh, nee. Ik heb natuurlijk gezegd, we gaan dit seizoen alleen vragen doen over bewustzijn. Medicijnplanten, a.k.a. psychedelics, a.k.a. entheogenen of mijn visie op het leven. En toen dacht ik, volgens mij was het diezelfde dag dat ik helemaal verchopt was. Toen lag ik op de bank en dacht ik bij mezelf, Vincent, toch. Tering, wat moet jij weer schijten? Dus ik weer naar die play en weer spoot weer uit. Ik echt bij mezelf dacht van, Jezus. Weet je wel, ik dacht echt, Jezus, dacht ik. Moet ik weten. Vincent, waarom leg jij jezelf beperkingen op? Weet je wel, je bent de overheid niet. Nee hoor, die leggen mij ook geen beperkingen op. Maar waarom zou je het alleen daarover hebben, weet je? En waarom zou ik die beperkingen, waarom zou ik die bij jullie op willen leggen? What the fuck? Ik hou van vrijheid, weet je, alles mag er zijn, alles mag er wezen. En hoe kunnen we in godsnaam verder komen in dit verhaal als ik beperkingen ga opleggen aan dit verhaal? Ja, dat gaat niet worden. Dus ik dacht, jongens, dat ga ik loslaten. Ik ga het loslaten. Ik laat het los. Hier, echt los ermee. Los! Ga los! Los! En los. Dus dat heb ik losgelaten. Dus jullie kunnen gewoon, jullie kunnen overal, jullie kunnen over alles, maar dan ook echt alles, kunnen jullie gewoon weer vragen stellen. Is dat fijn? Is dat fijn? Of niet? Nee, dat is eigenlijk, het is nog ineens kerst en jullie krijgen van mij al een cadeautje. Dus dat. Over alles en of ik daar nog een antwoord op ga geven, dat zie ik dan wel, want ja, weet je, als ik een vraag krijg over mijn reetfontein, ja, dan ga ik geen 10 minuten over zitten lullen natuurlijk, doe even normaal. Het moeten wel vragen zijn met enige, enige inhoud, enige wat eigenlijk, weet ik veel. Maar goed, waar ik wel mee kan. Maar kijk, mijn interesse gaat uit naar de eerste, door mij zojuist eerder opgenoemde, door de zojuist door mij eerder opgenoemde onderwerpen, daar gaat mijn interesse naar uit. En dat vind ik het leukste om het over te hebben. Maar mocht jij een andere vraag hebben, dan is het ook gewoon goed. Jezus. Dus, je stelt me net weg. Alle vragen zijn welkom op jemoeder43@hotmail.com. Jemoeder43@hotmail.com. En, ja. We gaan het er gewoon eens even lekker over hebben. En waarover? Dat zijn jullie. Waar gaat het deze week over? Want we dwalen weer af. 9 minuten 20 ben ik afgedwaald. Ben ik echt afgedwaald? Of zat ik op het juiste pad? De vraag van vandaag is van OMN30. OM30. En ik vind het een rare naam, maar ik gok zomaar dat het een politieke partij is. Of iets dergelijks. En man, wat kunnen die mijn hulp goed gebruiken, zeg. Dus ja, wie ben ik dan om die mensen niet te helpen? Ik bedoel, die zitten behoorlijk in het donker te tasten met z'n allen. Dus I'm here. I'm here especially for you. Especially for you.
En de vraag van OMN30, de politieke partij OMN30, was of is: beste lieve Vincent. En die aanhef, daar kan ik wat mee. Geloof jij zelf in substantiedualisme? En ja, toen gingen de haren toch wel bij mij overeind zijn. Ik bedoel, wat bedoel je nou? Geloof jij zelf in substantiedualisme? Je stelt die vraag toch aan mij? Moet ik aan iemand anders gaan vragen of ze daarin geloven dan zo? What the fuck, man? Met je politieke partij. Nee, ik denk dat hij gewoon bedoelde: geloof jij in substantiedualisme? En dat is een hele goede vraag, want ik had nog nooit van de term gehoord. Dus die ben ik dan eens even gaan opzoeken. En ik heb me er zeker 4 minuten in verdiept, in het hele verhaal. En het komt er dus om neer dat de grote filosofen van een paar eeuwen geleden, want ja, wie heeft de laatste 100, 200 jaar nog een grote filosoof, kan jij iemand opnoemen? Ik niet. Iemand waarmee je dan ook enigszins van denkt van, god, nou, dat is toch wel een intelligent wezen. Ja, er waren wel een paar intelligente wezens of zo, maar niet dat je echt denkt van, goh, jij hebt echt nagedacht over het leven of zo, weet je wel. Kan jij iemand opnoemen? Van de laatste 100, 200 jaar? Of van heden ten dagen dat je echt denkt van, nou, wow. Ja, oké. Okay. Linda de Mol, weet je wel. Maar die is echt, dat is echt next level. Daar hoef je niet eens over te hebben. Daar heb ik zoveel respect voor. En wat die allemaal uitkraamt, daar zou ik een blokje voor omlopen. Ja, om die niet tegen te komen. Zoveel respect heb ik voor haar. Wel, nee. Niet. Ik weet het niet. Maar ik heb zoveel respect voor haar. Die heb echt inhoud. Gezellig. Maakt niet uit. Ik kan het niet eens nadoen. Zoveel respect heb ik voor haar. Maar goed, ja, iemand anders dan. Nou, ik weet het niet. Noem jij maar op. Ik kan ze niet opnoemen. Dus ja, dan ga je bij jezelf afvragen van, goh. Jeetje, je had een aantal eeuwen geleden had je allemaal grote denkers. Tegenwoordig ben je met zoveel meer mensen op aarde en dan springt er niet eentje boven de bovenuit. Evolutie noemen ze dat. Nee, devolutie noemen ze dat. Geef niet, maakt niet uit. Komt helemaal goed. Weet je, de stront moet eerst aan de knikker zijn. Wil die überhaupt wel weer eens gaan schijnen? Nee. Zelfs de diepste, donkerste stront wordt ooit weer een mooie bloem. Hopen we dan maar. Of althans, die heeft de potentie om er weer een mooie bloem te worden. Of een paddenstoel. Maakt niet uit. Zag je dat? Oké. Maar goed, substantiedualisme. En wat is dat dan? Dat is dus de theorie van, er waren meerdere filosofen, maar ik kwam bij René Descartes uit. Descartes of Descartes, weet ik veel. En die had het over de scheiding van lichaam en geest. Dus dat dus lichaam en geest uit twee verschillende substanties bestaat. Dus het mentaal en het materieel, dat afgescheiden is van elkaar. En toen ging ik er eens even over nadenken. En ja, ik heb natuurlijk jarenlang onderzoek gedaan, gelezen en weet ik veel wat allemaal. Echt jarenlang. Jarenlang, dag in dag uit, ben ik bezig geweest met studeren van materie. Is dat even toevallig? Ik heb materie bestudeerd. Met mijn geest. Nee, met mijn bewustzijn. Want wat ik er dan van heb begrepen, of althans begrepen, wat voor mij logisch klonk, is dat alles is bewustzijn. Alles heeft een bepaalde vorm van bewustzijn. De dieren, de planten, ook bergen, de zon, de aarde, de maan, de sterren. Wij. Dat is wat er is. Dat is een gegeven, er is bewustzijn. En wat is dat bewustzijn dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat dat bewustzijn dan bestaat uit de geest, de ziel, de mind. Kijk, ziel, geest, misschien is dat inherent aan elkaar. Maar je hebt dus een mind die er dan voor zorgt dat jij hier op aarde kan bewegen. Dat als jij
op een berg loopt, dat je niet gewoon vrolijk blijft doorlopen, dat je van die berg af kan, maar dat er ergens een soort van mind is die zegt van, joh, Vin, stop maar even met lopen, anders kan ik straal je het ravijn in. Of de mind die zegt, ja, als jij 25.000 keer met dat ding tegen je hoofd aan gaat zitten rammen, dan gaat het toch waarschijnlijk op een gegeven moment pijn doen. En dat heb je dan geleerd door dat je eerder een keer met een peperzoutje tegen je hoofd aan lopen rammen. Goed, daar heb je dan de hersenen voor. Maar de hersenen zijn niet de ziel of de geest. Volgens mij is de ziel of de geest, of naar mijn idee het bewustzijn. En dan is er natuurlijk een stukje ego. En die denkt dat hij of zij of het een Vincent is, terwijl hij dat helemaal niet is. Je bent bewustzijn, je denkt dat je een Vincent bent. Want als dit bewustzijn op een andere plek op aarde was geboren onder omstandigheden, dan had ik misschien wel gedacht dat ik een Nihiluw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 
veel wat. Maar goed. Maar dat is gewoon het bewustzijn dat een andere ervaring heeft. Net zoals dat het bewustzijn zich ook huist in een panter of in een, weet ik, het is gewoon een andere ervaring. Ja, toch? Maar goed. Dus, en na alles wat ik heb geleerd en gelezen, komt eigenlijk alles op hetzelfde neer. Alle geloven. Alle profetieën iedereen die ook maar enigszins recht van spreken heeft of die enigszins wat zinnigs heeft te melden, die komt er dan waarschijnlijk op neer dat alles één is. Zover is de wetenschap nu ook dat alles energie is of licht. Ik weet niet meer of ze eerst dachten dat het energie was en nu licht, maar het maakt uit. Alles is energie. Dus er is geen verschil tussen jou en dit zoutvaatje, jou en de tafel, de zon, de maan, de sterren, de bomen, je kent het hele verhaal wel. Er is geen verschil. Dus ja, wat is dan dit leven? Wat is deze trip? Dat is wel heel bijzonder. Nou, naar mijn idee begint deze trip dus bij bewustzijn. Bewustzijn is hetgene wat alles materialiseert. Naar mijn idee. Want zonder bewustzijn is dit er niet. Of dan is dit er wel, maar niet in deze dimensie. Want nu ben je bewust, maar als jij dood bent, dan gaat het bewustzijn, naar mijn idee, terug naar waar het vandaan komt. Of tenminste, naar het bewustzijn. Maar dan is dit er niet meer. Althans, dit is er misschien nog wel. Maar dan in het andere bewustzijn. Maar als alle bewustzijn weg is, is dit er dan nog? Naar mijn idee niet. Ja, dat moet ik weten. Dus in mijn idee is bewustzijn alles. Is bewustzijn hetgeen wat alles materialiseert middels actie? Want alles wat je om je heen ziet is ooit eens uit bewustzijn ontstaan. Gedachtes. En of de geest dan een verschillende substantie is van het lichaam. Dat weet ik niet. Dat weet ik, denk ik niet. Ik denk als alles dezelfde energie is, dan is de geest ook onderdeel van het alles. En zitten daar gewoon verschillende lagen in, dimensies, interdimensionaal vlak zijn er dan verschillen. Maar al die dimensies zijn ook onderdeel van het alles. Een grote creator. Dus ja, hele goede vraag. Ik had er wel eens over nagedacht, maar niet met deze term erbij. En daar hou ik van om ergens over na te denken. Ja, deden meer mensen dan maar. Denk ik wel eens. Maar goed, dan denk ik ook weer, ja, wie ben ik? Wat ben ik? Het stelt allemaal geen reet voor. En toch ook weer wel. Dus heb ik je vraag zo beantwoord? Ik weet het niet. Ik weet al lang niet meer waar ik het een minuut geleden over heb gehad.
Of zat ik helemaal naast? Heb ik mijn onderzoek niet goed gedaan? Ik bedoel, ik heb er toch 4 minuten aan gespendeerd. En dat zijn toch altijd 2 minuten meer die ik normaal spendeer door om ergens over na te denken. Althans, wat betrekking heeft tot vraagvakantievrijheid. Dus dat is dubbele winst. Dubbele winst? Nee, dat is geen dubbele winst. Dat is de dubbele hoeveelheid. Dus dat is 100% winst. Lekker belangrijk. Dus dat. Heb jij een aanvulling hierop? Of zeg je van nee, vind je zit er helemaal naast? Heb ik het niet goed begrepen? Leg het dan nog even uit. Of dan kunnen we het er nog eens even over hebben. Weet je, voel je vrij. Voel je vrij. Ik heb jullie immers, daar is zojuist, tering. Ik heb jullie vrijgelaten om alles aan mij te vragen. Alles wat jij wil weten, vraag het aan me. Vraag het alsjeblieft, of niet. Moet jij lekker weten. Dus dat, stel je vragen, stel een vraag en stuur hem naar jemoeder43@hotmail.com. Ik herhaal, jemoeder43@hotmail.com. En dan gaan we er weer een geweldige, fantastisch van maken volgende week. Als ik niet weer zwaar verchopt op de bank lig, maar dan laat ik het jullie gewoon weten. Maar ik gok zomaar van niet, want... dus dat. Nou, en dan volgende week heet ik jullie weer van harte welkom bij een nieuwe aflevering van...